Jullie favoriete desk diver, Jasper Luivering, Amsterdam Vintage Watches. En we gaan het hebben over de enige echte allereerste duiker ooit gemaakt. Duikhorloges zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En zelfs op kantoor zie je ze veel, onder een pak worden ze gedragen. Ik bedoel, sommige mensen hebben niet eens een zwemdiploma en die kopen een horloge, zo'n Rolex Submariner of wat ik op mijn pols heb, Omega Seamaster. Dit is een Omega Seamaster 300, daterend uit eind jaren 60, brick of 1970, met de Big Triangle op de 12 uurs positie en een Flatlink bracelet, wat ik er erg elegant op vind staan. Hij is geleverd, zoals het Extract of the Archives al zegt, in Nederland en we hebben hem dan ook van de eerste eigenaar. Dat maakt het altijd extra leuk. Maar vandaag gaan we het hebben over de voorloper van al deze horloges. Waar zijn ze op geïnspireerd? Het is er maar eentje en dat is de Blancpain 50 Fathoms. Wat gaan we bespreken? Allereerst natuurlijk de historie, de verhalen waar we zoveel van houden, de romantiek eromheen. Daarna gaan we de designs en specs onder de loep nemen. En vervolgens, last but not least, de verschillende variaties. We bladeren terug in de geschiedenis en we gaan naar de jaren 50, waarin steeds meer en meer van onze aardglobe werd ontdekt. De hoogste toppen van de wereld, maar ook onder zeeniveau, de duikers, de echte stoere mannen die risico namen en die onbekende terreinen gingen bezoeken. Natuurlijk hadden ze hier wel proper tools voor nodig. Nog niet zo geavanceerd als wat ze nu kennen, maar het belangrijkste zou worden het polshorloge. De Franse Froggies worden ze ook wel eens genoemd, dus Frogmen, de stoere kerels uit Frankrijk die dat deden, die hadden zo'n betrouwbaar polshorloge nodig. Een horloge wat het ook onder water goed bleef doen. Ze hadden een design bedacht en ze gingen daarmee naar verschillende grote horlogemerken. Hadden er geen interesse in en uiteindelijk kwamen ze bij het kleine Blancpain, gelokaliseerd, je raadt het al, in Zwitserland. Niet geheel zonder reden was Blancpain wel hierin geïnteresseerd. De CEO destijds was een vervent duiker. Dus 1 plus 1 is 2 en de 50 Fathoms zou door Blancpain op de markt worden gebracht. Hoe komen ze aan de naam 50 Fathoms? Dit is een meeteenheid voor diepte en het staat ongeveer gelijk aan 100 meter diep. En die tijd, volgens mij 91,3 meter diep om precies te zijn, en in die tijd was dat ook zo'n beetje hoe diep duikers konden gaan met hun zuurstof, et cetera. Dus geavanceerder hoefde het niet te zijn en 100 meter diep was voldoende. Zodoende de naam 50 Fathoms. In 1953 kwam deze op de markt en dit ging niet aan de aandacht voorbij. Dit horloge zette Blancpain op de kaart en meerdere navals, seals, et cetera, professionals wilden dit horloge adopteren. Dus niet alleen de Frogmen, maar nu ook de Italiaanse, de Spaanse, de Duitse en de Amerikaanse marine wilden gebruik maken van de 50 Fathoms. Onder andere de wereldberoemde Jacques Cousteau. Wie kent hem niet? De fantastische duiker. Google hem zeker ook. Die adopteerde dit horloge als zijn favoriet en droeg het ook in de bekroonde onderwaterfilm met de naam The Silent World. Het is dus altijd wel echt een toolwatch geweest. Het was puur voor professionals gemaakt, ook duikhobbyisten, maar het ging niet om de esthetiek. Dus het maakte niet uit hoe het eruit zag of iets dergelijks. Het moest betrouwbaar zijn en het moest goed functioneren. Dat stond voorop. En nu zien we horloges natuurlijk veel als statussymbool of als sieraad. En dit was niet aan de orde. Dus daarom lag hij ook niet bij de lokale juwelier. Ze werden juist verkocht in gespecialiseerde duikwinkels. Altijd daardoor in kleine oplages gebleven. En Blancpain werd ook slachtoffer van de kwartscrisis in de jaren 70. Aan het einde van de jaren 70, aan het einde van de kwartscrisis, is het merk doodgebloed. Totdat het opnieuw leven werd ingeblazen. Gekocht door de Swatch Groep. En vanaf dat moment verliezen we eigenlijk de interesse in het merk. Maar de geschiedenis staat als een huis. We beginnen met de logischste. En dat is dat het horloge waterdicht moet zijn. En dit klinkt misschien een beetje dom, maar die tijd was het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Alleen Rolex was er ingeslaagd met de Oyster casing en dat ging meer waterdicht op de oppervlakte. Dus hoe dieper je gaat, hoe hoger de druk ook is. En hier was nog niet echt een horlogevorm. De Marina van Omega heeft het getracht, maar ook niet echt gehaald. Meer gefaald. Dus
Plan Pen stond voor een zware taak om dit te doen. En een van de patenten die ze hiervoor aanlegden, dat was de double O-ring seal in de casket van de kroon. En natuurlijk een schroefdeksel. Zodoende konden ze het horloge waterdicht afleveren. Qua uurwerk hebben ze ervoor gekozen om een heel simpel afgewerkt, maar reliable uurwerk te kiezen. En ook belangrijk dat deze automatisch was. Waarom? De kroon is natuurlijk het meest riskante of het meest hekele punt waar water naar binnen kan komen. Als je elke dag je horloge moet opwinden, dan loop je veel meer risico dat er slijtage ontstaat in de kroon. Of dat je misschien de kroon niet helemaal goed dichtdraait. Dus vandaar een automatisch uurwerk. Qua design was het echt praktisch gericht. Function over fashion in dit geval. En dat zie je terug aan een kastdiameter die toenertijd heel ongebruikelijk is. En daarmee zijn ze ook eigenlijk een trendsetter geweest. 42 mm. En nu zijn er misschien mensen die denken dat dat normaal is. Maar dat was het absoluut niet. Dus je moet je voorstellen dat horloges misschien 34, 35 mm meten. Maar dit horloge nogmaals was een tool. Het moest duidelijk zijn, ook diep in de zee. Dus moest het groot zijn. Om die zichtbaarheid te verbeteren, zorgden ze voor contrasterende markers op een zwarte wijzerplaat. En daarnaast die bezel, die draaibare lunet die ze ook gepatenteerd hadden aan de buitenkant van het horloge. Dit was ook eigenlijk iets nieuws en iets wat we niet veel daarvoor hebben gezien. Misschien de zerograaf bij Rolex in de jaren 30, maar hoogst ongebruikelijk om het zo te doen. Met de Arabische kwartieren die ook nog eens licht geven. De bezel zelf is gemaakt van bakeliet. En er zit radium zowel, of lichtgevend materiaal, zowel in de bezel als in de hourmarkers en in de wijzers, zodat je ook onder water, waar het donker is, goed kon zien wat de tijd was. De bezel zelf heeft een geribbeld profiel, zodat je met je outfit, met je handschoenen aan, nog steeds kon draaien en de juiste instelling maken. We gaan nu dieper in op de verschillende uitvoeringen. En het zijn er een hoop. Dat is juist het toffe aan die 50 Fathoms. Omdat ze zo ultra niche waren, dat ze voor heel veel verschillende doelgroepen net iets anders hebben gemaakt. En we gaan nu die verschillende aantonen, waardoor we nog meer duiken in het design ervan. Want je hebt er een hoop, zoals ik al zei, je hebt ze met datum, zonder datum, de bezel volledig gegradeerd, de bezel niet volledig gegradeerd, applied logo, verschillende wijzersetjes. We gaan het allemaal bekijken. We starten met de humidity indicator. De eerste badges van de 50 Fathoms hadden bij de 6 uur positie een rondje. Deze verkleurde als het horloge of het uurwerk alsnog vocht was binnengedrongen. En misschien toont het aan dat Blancpain nog niet helemaal zeker was van hun uitvinding. Maar in ieder geval is het om te laten zien dat de esthetiek totaal niet belangrijk was. Het ging hier om de functie. En daardoor zo'n lelijk rondje wat nu eigenlijk heel tof is. Nu gaan we naar de Aqualoom. Zoals eerder aangegeven werd de Blancpain niet bij de juwelier verkocht, maar bij gespecialiseerde duikwinkels. Wellicht de meest gerespecteerde was die van meneer Jacques Cousteau, het bedrijf Aqualoom. Zodoende heeft Blancpain er ook voor gekozen om op die wijzerplaat die naam te drukken. Het is niet het enige bedrijf waarvoor ze het hebben gedaan. We kunnen ook soms technisch sub erop vinden, Leap. Een dealer signed Blancpain 50 Fathoms. Het Franse bedrijf Leap die zorgde ook voor de verkoop van onder andere Breitling en was zeer succesvol. Waarom is het zo grappig en behandelen we dit apart dat sommige Blancpains gestemd zijn door deze dealer? Zoals ik al zei, de vraag kwam van de Frogman, de Franse marine, en die brachten eigenlijk het idee als eerste naar het Franse Leap. En die lachten ze uit en die zei dat er absoluut geen toekomst in dit model zat. Little did they know. Dan de Batiscaf, vernoemd naar de Batiscaf, de duikboot. Dit horloge is kleiner dan de 42 mm metende 50 Fathoms. De Batiscaf is slechts rond de 36 mm. En ook heel belangrijk, heeft een handopwind uurwerk. Daardoor wordt het niet zo serieus genomen in de verzamelaarswereld als de 50 Fathoms zelf. Ze zijn ook een stuk minder kostbaar. En in Amerika werden ze vaak gebrand onder de naam Waltham. Torneck Rivial. Over Amerikaans geproduceerde Blancpains gesproken. Deze 50 Fathoms die gesigneerd waren door Torneck Rivial, daar zit een tof verhaal achter. Waarom? Je had de Buy American Act en die ging erom dat je 25% korting kreeg bij lokaal geproduceerde producten. Nou ja, Blancpain die deed het slim. Die verkocht de licentie aan een meneer Torneck die deze horloges op de markt bracht voor het Amerikaanse leger. Er zijn maar 1000 van deze horloges geproduceerd en ze waren voorzien van een hele radioactieve stof. En vaak werden ze daarom na de missies verplicht vernietigd.
Er zijn er nu nog maar heel weinig over. En een prijskaartje van 2 ton kan zomaar eens gebeuren. Over radioactieve 50 Fathoms gesproken. Degene gesigneerd met mailspec 1. Die zijn voorzien van een loom van het radioactieve materiaal Prometheum 147. En vaak zie je op de achterkant staan danger. If found, please return to nearest military bases. Ja, zoals al gezegd, die militaire 50 Fathoms die waren voorzien van radioactieve stoffen. Maar ze trachten onderscheid te maken voor de civiele markt. Meer de hobbyduikers en ook de beroepsduikers die niet militair onderlegd waren. Die kregen deze aan de linkerzijde voorgespiegeld. Maar op de 6 uur positie, waar eerst die humidity rating zat, zie je nu de no radiation. Ze kozen voor het logo, wat uiteraard mondiaal radium uitbeeld, met een kruis erdoor met die tekst no radiations, om aan te geven dat er hier geen radioactieve straling was. De Bundeswehr Kampfschwimmer. Kampfschwimmer! Een vreemde eend in de bijt wellicht, maar wel een hele toffe Plump & 50 Fathoms die we zelf ook een jaartje of 2 geleden hebben verkocht. Deze is op de wijzerplaat aangegeven met de 3H, zoals alle Bundeswehruren voor de Duitse leger. En 3H is het scheikundig symbool, als ik me niet vergis, van tritium. En tritium was de loom in zowel de wijzers als in de wijzerplaat. Maar de bezel is niet gegradeerd. Dat is ook heel anders. En ze hebben niet het domed plexiglas, maar een saffierglas. Een cushion shape. Zoals ik al zei, not your ordinary 50 Fathoms. En tevens ook de laatste geproduceerd, totdat ze slachtoffer werden van die kwartscrisis. En de 50 Fathoms pas opnieuw in het leven werd geroepen in 1997. Het is een echt connoisseurs horloge. En wat het zo spannend maakt voor de verzamelaar is ook dat er heel veel verschillende badges zijn met hele kleine oplages. Dus ze zijn al snel heel zeldzaam en je kan je echt vastbijten in die stof. Dit is pas het topje van de ijsberg. Maar omdat er zoveel verschillen zijn en zo weinig over bekend is, is het ook heel gespecialiseerd. Once again, by the seller. En er zijn ook flinke bedragen mee gemoeid. En ondanks dat het in kleine aantallen is gemaakt, heeft het grote invloed gehad. Denk alleen al aan de maatvoering die toen baanbrekend was. Een duikhorloge wat misschien wel alle toolwatches later heeft geïnspireerd. En daarom vind ik het zo tof dat we er op dit moment 2 hier voor ons hebben. En ze komen allebei op den duur te koop. Dus wees geduldig. En 1 van deze 2 kan misschien jouw pols sieren. Het sluit er natuurlijk niet af met een bedankje aan mezelf. En dat kunnen jullie ook doen door gewoon een duimpje omhoog te klikken, subscriben. En uiteraard horen we graag in de comments wat jullie van deze 2 horloges vinden. En dan wil ik jullie nog meegeven dat de beste dag om een vintage Plompain te kopen natuurlijk vandaag is.